Ja, ik ben Harry Rutte. We staan hier voor het museum De Reden en ik ben de initiatiefnemer daarvan. We hebben absoluut de aspiratie om te zorgen dat dit een toonaangevend museum wordt in alle opzichten. Het is niet erg frequent dat je een museum vindt wat uitsluitend aan grafiek gewijd is. Waar vind je 30 werken van Ed van Munch? Waar vind je 170 werken van Goya? 35 werken van Rops? En dan een hele serie Belgen. Hè? Wouters, Evenepoel, Laarmans. Nog natuurlijk levendige kunstenaar Fred Barefoot. Ja, dat is dus echt absoluut een prachtig werk. Het is ook een topwerk van Ed van Munch. Ik vind grafiek vanuit het technische, laten we zeggen, vakmanschap uitzonderlijk. Je moet er met je neus bovenop gaan staan. Ik denk dat iemand die hier binnenkomt, die gaat anders de deur uit. En die komt terug. Iedereen die in deze tijd leeft, we worden natuurlijk overspoeld door zinloos geweld. En ik denk dat kunst toch kan helpen om geestelijk evenwicht te vinden. Dus ik hoop dat mensen hier, behalve dat ze getroffen worden door de schoonheid die het is, dat het ook iets bijdraagt tot hun geestelijke balans. Kom het nieuwe museum De Reden verkennen en verbaas u over grafisch werk door de eeuwen heen. Het museum is geopend van donderdag tot en met maandag van 11 tot 5. Meer informatie vindt u op museum-derede.com.